Hey al, welkom bij weer een nieuwe episode van Ginger Tea and Lemon. Mijn naam is Lies Malbons en voor deze speciale verkiezingenuitzending uh, van Ginger Tea and Lemon heb ik opnieuw een hele bijzondere kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen um, waarmee ik in gesprek ga en die ons gaat meenemen in haar reis. Ja, haar reis. <laughs> Jullie hebben het goed gehoord. Mijn gast van vandaag is Jane Ortet. Hi. Hi, welkom. <laughs> Dankjewel, ik ben, blij, ik ben blij dat ik hier mag zijn. Ja, ja, en ik ben blij dat je er bent, want ik weet dat het een hele drukke tijd is. Ja. Campagnetijd, dus uh, je agenda is uh, barstensvol. Ja. Maar toch fijn dat je hier bent. Dankjewel. Ja. Ik heb het even kort al aangegeven. Kijk, het is natuurlijk, uh, we gaan er meteen diep in duiken. Ja. Dus mijn vraag gaat zijn, uh, terwijl ik uh, een theetje voor jou inschenk, mag jij in ieder geval vast de volgende vraag beantwoorden. En dat is, je bent verbonden aan een partij. Ja. Welke partij is het? Okay. En waarom deze partij? Yes. Um, ik ben verbonden aan Denk. Al sinds 2017 uh, was begonnen als vrijwilliger. En uh, wat mij enorm heeft aangesproken is uh, een van de mensen achter Denk. Dat weten heel veel mensen niet. Maar Gladys Albitraal is een van de medelberichters van Denk. En wij hadden een gesprek met elkaar. En het was heel duidelijk wat onze visie was. Wat betreft ook de zwarte gemeenschap. Maar ook uh, de gemeenschappen hier in Nederland. Ik ben wel van mening dat wij. Uh, mensen van kleur moeten verenigen. Uh, op, elk op elk manier ook. En um, er zijn ook heel veel dingen wat we van elkaar kunnen leren. En ik ben heel erg trots op de partij uh, tot nu toe. Want er is ruimte voor ieder geluid. Het feit dat ze zich ook hebben hard gemaakt voor uh, de zwarte gemeenschap de afgelopen jaren al sinds 2014. En um, ja, ik heb gewoon echt een visie erbij. Ik dacht van ja, kijk. Um, zeker de zwarte gemeenschap moeten. Even een goede cluster vormen. Voor maar we mm -hmm. moeten het wel met meerdere mensen doen. Mm -hmm. En uh, ik dacht van ja, samen staan we sterk. En het feit dat het een van de eerste partijen was die institutioneel racisme durfde te benoemen. Mm -hmm. Um, en uh, dat ook even doorgepakt. En als ik kijk ook naar de partijprogramma het ging veel over uh, wederzijds acceptatie. Uh, zorgen dat we mogen emanciperen, ook op economisch gebied. En dat we ook... Uh, het stukje gedeelte wat ik ook heel erg belangrijk vind... is uh, vrijheid van onderwijs. Mm -hmm. uh, daar zullen wij, als wij dat goed gaan organiseren in de toekomst... als wij de gemeenschap ook veel profijt kunnen houden. Want... Uh, Uithalen, want uh, uh, de geschiedenis, als je kijkt naar black history... Mm -hmm. dat is iets waar ik me afgelopen jaren heel veel heb voor ingezet... Uh, om, uh, om dat over te brengen aan onze gemeenschap. Niet om te vertellen van, oké, okay, uh, we were kings and queens. Nee, het meer puur om te laten zien wat voor systeem waar we in leven... hoe we dat moeten ontmantelen. Uh, maar ook waar onze kracht in zitten, maar waar het ook fout is gegaan. Want dat hoor je dan mm -hmm. meestal van, oké, okay, dit is het verhaal en... Uh, 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 dit is jullie gebeurd, en dat de, daarmee de kous af. Um, uh, dus dat soort onderthema's hebben mij uh, aangesproken. Ja. En ook, ook uh, uh, bestrijden van discriminatie op allerlei uh, gronden. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dus uh, dat is de reden waarom ik me heb aangesloten bij Denk. Ja, ja. oké. Okay, nou, dat mooi bruggetje meteen voor de volgende vraag. Want ik ja. heb dan zoiets van: Oké, okay, wat is voor jou? Wat is jouw programma? Um, wat, wat zijn de pijlers waar jij je op gaat richten? Wanneer jij uh, straks uh, in de ja. raad zit. Wetende natuurlijk, beseffende dat het natuurlijk samenwerken gaat zijn. Precies. Maar je hebt natuurlijk vast wel um, ja, een aantal speerpunten waarvan ja. je zegt: van oké, okay, dit zijn mijn uh, pijlers waar ik me hard voor ga maken. Ja. Uh, wat ik heel erg belangrijk vind. Uh, ik, ik, ik durf het gewoon zo te zeggen. Kijk, ik ben de politiek in gegaan... omdat ik iets zie. Ook in mijn eigen gemeenschap. Niet alleen in de KVD's gemeenschap. maar ook in de zwarte gemeenschap. En er zijn gewoon een aantal pijlers. die gewoon heel erg belangrijk uh, is, zijn voor ons. En dat is voornamelijk ook. het aanpakken van institution institutioneel racisme. Nou, we hebben gezien met Leefbaar Rotterdam. Uh, hoe zij eigenlijk de gentrification in werking hebben gezet. Uh, grote voorstand van etnisch profileren. Um, dat soort zaken. wat er maak heeft met institutioneel racisme probeer ik echt aan te pakken daarbij ook in te zetten op uh, economische geletterdheid ja. uh, voor zorgen dat dit toch wel uh, uh, meer meer uh, overzicht is voor onze gemeenschap. Van oké, okay, waar zijn de potjes en hoe kunnen we ze gebruiken om onze gemeenschap te, te helpen? Want er zijn potjes, alleen je moet ze de weg uh, ja, bij maken ja. uh, Aanpakken van woningdiscriminatie. Uh, we worden praktisch de, de stad uitgeduwd uh, voor al die, deze mooie uh, nieuwbouwprojecten. En uh, daarbij ook, wat ik ook erg belangrijk vind, is ook cultuursensitieve zorg. Hmm. Dat vind ik ook erg belangrijk en vaak denken we daarbij ook bij ouderen. Uh, Ouderen, ja. als je oud bent, uh, wil je toch wel wat wil je mm. toch wel oud worden met datgene wat je uh, waar je mee bent opgebracht. Maar wat ik ook heel erg belangrijk vind, is cultuursensitieve zorg in de zin van uh, healing. Ja. Uh, als het gaat over. Uh, Psychologie. Mm -hmm. Weet je, er zijn heel veel mensen die nu uh, durven in therapie te gaan. Ja. Maar ik denk dat het stukje cultuur ja. ook wel uh, heel belangrijk is om die understanding te hebben on, uh, onder ons. Dus het, zijn, het is echt een mm -hmm. grote pakket. Uh, wat ik wil gaan uh, aanpakken. Maar dat vind ik wel echt heel erg, in, heel ja. erg, heel erg belangrijk. Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, nou dat vind ik, dat vind ik wel een hele mooie. Want ik, ik hoor je ook zeggen van uh, kijk, sowieso, uh, uh, de cultuur. Uh, en ja, of tenminste binnen de cultuur en weten dat je, dus eigenlijk uh, dat stukje welzijn, ja. dat daar een, een, een brug uh, te slaan is. Hè? Ja. Van uh, er is natuurlijk een doelgroep die uh, wat, nou ja, tegenwoordig is het wel wat meer, mm -hmm. maar toch wat meer moeite heeft om mm -hmm. de weg zeg maar naar, uh, naar, naar bijvoorbeeld de, de psycholoog of uh, therapeutische ja. hulp ja. Uh, uh, te vinden. Ja. Um, en het feit dat dat ook te maken heeft met een stukje uh, cultuur, ja. hè, omdat we ja, dat niet gewend zijn. Ja. Um, dat dat wel iets is wat je sterker uh, of beter onder de aandacht gaat brengen. Maar op welke ja. manier zie je dat, zeg maar. Ja. Voor je, als je zeg maar een voorbeeld zou moeten geven van hoe zou je zoiets ja bijvoorbeeld... Ik zou, ik zou dat, dat uh, voornamelijk uh, het kunnen bekostigen. Mm. Kijken of wij potjes vrij kunnen maken om dat wel te kunnen aanbieden. Ja. Of, dat aan, uh, of dat mensen die die zorg uh, leveren, ja. uh, ook zich zichtbaar kunnen maken aan de gemeente. En dat we daar kunnen kijken mm. van oké, okay, hoe kunnen we die bruggen staan met die gemeenschappen? Ja. Um, want het is wel nodig. kijk. We hebben nu verschillende zwarte gemeenschappen bijvoorbeeld in, uh, in Rotterdam. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel dingen die we gemeen hebben met elkaar. Ja, ja, ja. En dat heeft met heel veel dingen te maken, mm -hmm. voornamelijk ook met onze geschiedenis. En daar valt zoveel winst uit te halen, maar uh, dat kost geld. Mm -hmm. uh, dat moet zichtbaar zijn. Uh, mm -hmm. We kunnen zorg, kijk, aangezien zorg zo uit, uit elkaar is getrokken... en alles uh, lokaal is ingezet, kunnen we echt kijken van... oké, okay, hoe kunnen we dat allemaal uh, gaan aanpakken? Want Um, zeker wat institutioneel racisme ook uh, doet, wat, 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 wat de politiek vaak doet, is zeg maar um, de symptomen bestrijden, mm -hmm. maar niet de oorzaken daarvan. Ja. Ja. Dus oké, okay, als het misschien goed gaat, uh, niet goed gaat op bepaalde vlakken met bepaalde gemeenschappen, oké, okay, moet je kijken hoe, waar dat waar aan het ligt. Tuurlijk is er een, een stukje zelfverantwoordelijkheid, maar we moeten ook naar de kern gaan. Er zijn mensen die. Uh, uh, opgevoed zijn in, 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 in gezinnen met heel veel trauma's. Nou mm -hmm. trauma wordt overgegeven aan een ander persoon en ja, dat wordt misschien van generatie op, gener generatie. Generatie, op generatie en uh, dat wil je doorbreken en uh, gelukkig zijn we nu. In een space, ik weet niet wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Maar ik voel mm -hmm. gewoon in de community van: hey, we need healing. We want ja. to do some healing. En we moeten dat gewoon in kaart brengen. En dat mm -hmm. gewoon ook blijven aansporen. Mm -hmm. um, wat ook uh, uh, zou kunnen, wat, wat wij. Um, uh, ook in onze programma hebben staan is ook uh, bijvoorbeeld met onderwijs aangeven van oké, okay, uh, aan de jongeren van oké, okay, waar, waar zit de toekomst en uh, waar kan je voor studeren wellicht kunnen we daar ook, in, ook jongeren voor aansporen van oké, okay, misschien ja. toch wel iets in de zorg en niet in de zorg in de traditionele zin, maar misschien ook gewoon uh, een vorm van therapeutisch uh, ja. zorg, ja. ja. En dan eigenlijk ook een beetje in het bruggetje slaan, want ik, ik zit daar dan meteen aan te denken ja. en misschien is het iets mee, wat je mee kunt nemen, ja. I don't know, we zitten hier toch om te verbinden. inderdaad! <laughs> in the um Maar ik hoorde je dus inderdaad wel zeggen van uh, we hebben natuurlijk uh, aan de ene kant hebben we best wel wat uh, ondernemers die ook op het uh, uh, gebied van zorg mm -hmm. al actief zijn. Ja. Alleen uh, het is niet, ze zijn niet zichtbaar genoeg. Ja. En waarschijnlijk komt dat ook, omdat er natuurlijk met uh, qua zorg ja. uh, wordt er ook gewerkt met contractaanbieders. Precies bij de gemeentes. Precies. En als je geen contractaanbieder bent, ja. dan, he, dan is jouw uh, hulp is sowieso betaald en het wordt niet vergoed. Ja. Dus dan kan men niet voor jou kiezen. Terwijl. Ja. Misschien op cultureel vlak is er wel een betere aansluiting. Precies, precies. En dat, dat, dat doet dus pijn. Ja. Weet je, want uh, ik, ik ben wel. Ik geloof wel in dat we echt gewoon capabele uh, ja. mensen hebben die zorg kunnen, uh, kunnen leveren. Maar dat ze gewoon niet aangesloten zijn. Mm. Nou, laten we gewoon die brug uh, slaan met deze mensen zorgen dat ze wel die, die contracten kunnen aangaan met mm. die zorgverzekeraars. Want. Um, Zorg kost gewoon heel veel. En ja. we, moeten, we moeten wel realiseren dat, dat economisch gaat het, alles wordt duurder. En het wordt mm -hmm. steeds moeilijk betaalbaarder. En uh, niet iedereen heeft, uh, nee. heeft, heeft die financiële middelen om die zorg te kunnen bieden. Dus dat vind ik het een beetje... Uh, ja, ik vind het niet kunnen dat we dan in 2020 zeker hier in, in dit land kunnen zeggen van... Oké, okay, uh, je hebt niet genoeg geld. Nou, dan, dan hebben we die hulp niet voor je. Ja, precies. En, en dat is ook een stukje begrip ik mm -hmm. heb het gevoel dat wij zeker in de politiek veel mensen begrijpen het niet mm -hmm. waarom is dit nodig omdat je, er die representatie mist precies. op die plekken om dat te precies. kunnen begrijpen precies precies er zijn weinig mensen uh, uh, die bijvoorbeeld, ja, als een, als, bijvoorbeeld als de gemeente of als de, uh, alsof de uh, parlement zich gaan inlezen... en vragen om advies, dan is het meestal uh, de bekende wit, witte bubbel. Er mm. moet echt een onderzoek aan te pas komen dat mensen willen luisteren. En uh, ja, we kunnen dan honderd, honderd jaar blijven onderzoeken. Kijk, mm. het is gewoon heel erg duidelijk wat, wat, wat het uh, probleem niet is. Nu is het gewoon echt kijken van okay, hoe, kunnen we, hoe, kunnen we die, hoe kunnen we dat ook realiseren voor die mensen. Maar dat betekent dat... Eigenlijk ook weer, dan moeten we zorgen dat die mensen die dat kunnen begrijpen ook op de juiste positie Juist. uh, zitten. Juist. Weet je, en um, we vinden dan ook uh, dat als het gaat over, over, over denktanks en uh, adviesorganen mm. voor de gemeente, daar, daar moet gewoon heel veel meer diversiteit in. Dat moet gewoon, er moet gewoon een quotum komen. Uh, um, want uh, ja, meestal zijn die uh, mensen die, die de uh, gemeenten adviseren, die komen ook uit een bepaald netwerk. Ja, precies. Uh, uit een bepaald bubbel. En die is zo moeilijk te doorbreken. Mm. En op een gegeven moment moet je gewoon hand in eigen boezem uh, uh, steken als gemeente. En gewoon eerlijk zeggen: van ja, we hebben die overzicht niet. Mm -hmm. Weet je, we hebben het kunnen zien. We, we weten het, we voelen het. We zien het aan het zorgaanbod, uh, maar we zien het ook in hele andere uh, op hele andere vlakken. En dan moet je gewoon een quotum, uh, Wat ik dan vind, ja, wat wij dan vinden, is dan een quota uh, instellen van oké, okay, adviesorganen zoveel mensen. En dan hoop ik dat wanneer dat ook uh, uh, gebeurt, dat, dat mensen dan ook zien van oké, okay, wanneer je die mensen op de juiste plek hebt zitten en dat je ook een goede representatie hebt, dan kan je ook uh, meer bruggen slaan. Juist, en dat zeker ja. op gebied van zorg. Ja. Dat je, dan kan je ook zeggen van oké, okay, nou we hebben een aantal zorgaanbieders of we hebben een bepaald uh, issue waar we mee zitten. Oké, okay, wie zit in onze gemeenschap? Wie zit in onze netwerk? Wie zit in onze Rotterdamse stad? En dan uh, zul je zien dat mensen die uit zo'n diverse adviesorgaan kunnen zeggen: van oké, okay, maar let hierop. Juist, of kijk ja. naar deze persoon. Of dit is belangrijk, want. Mm -hmm. En dat hebben we gewoon te weinig in ja. Ja. ja, nou weer een hele mooie brug. Want er zitten nu gewoon sowieso een aantal luisteraars ja. en kijkers. Die zitten hier nu en die denken. Oké, okay, ik heb nu al wel wat afleveringen voorbij zien komen. En ik hoor iedereen het maar hebben over die politiek en de verkiezingen. Ja. Want we hebben, behalve natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen, we hebben ook de wijkraadverkiezingen. Ja. Um, maar ja, ja, ik weet het niet. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee. Even randen, toch niks. Mm -hmm. En uh, noem maar op. Die twijfelende kijker. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik wil je vragen. <laughs> Richt je even ja. in deze camera ja. tot de kijker. Ja. En uh, leg deze kijker uit waarom uh, de kijker moet stemmen, mm -hmm. waarom de kijker op jou moet stemmen, mm -hmm. uh, denk en dan nummer acht, acht. <laughs> ja, en waarom de, uh, de de stem niet verloren mag gaan, ja, dat zijn even de drie dingen, uh, ja. ja. Uh, dit is eigenlijk het moment to claim your seat at a table. En um, ik kan begrijpen dat heel veel mensen geen vertrouwen meer hebben, uh, steeds hetzelfde zien. Uh, maar we zitten echt in een keerpunt. Uh, het feit dat er al zoveel gasten hier zijn geweest, al, want ik heb al gehoord van de vorige gasten die hier zijn gekomen. Uh, er, zijn, er zijn mensen die nu in de politiek op zijn gestaan om verantwoordelijkheid te nemen. Want eigenlijk. Wat wij doen is de tijd nemen om alles door te lezen en alles te politiseren. Uh, wat de gemeenteraad doet, waar jij eigenlijk geen tijd voor hebt. En wat kan je doen? Of je laat het allemaal je voorbij gaan en dan uh, ja, loop je achter de feiten. Of je neemt nu het heft in eigen handen en kiest voor de mensen die voor jou kunnen representeren. representeren sorry. Um, ja, voor denk. Uh, waarom je voor denk moet kiezen, waarom je voor mij moet kiezen, uh, stemmen. Sorry. Um, ja, ik heb mijn hart echt voor de, voor de gemeenschap. Ik vind het ook tijd dat we ook samen onze handen in één moeten gaan slaan... om ook echt een richting op te gaan... En, en, en verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen toekomst. En dat doe je alleen maar door te stemmen. Maar ook om, ook om te kijken wat je gemeente allemaal doet. Um, ja, ik vind het een beetje moeilijk om dit zeg maar zo uh, te zeggen. Want ik voel aan de ene kant wel... Uh, wat ik de afgelopen tijd heb gezien is dat mensen gewoon geen vertrouwen meer hebben. En dat doet mij pijn, mm -hmm. weet je. En, uh, maar wat ik wel zie, ik zie huizen verdwijnen. Ik zie uh, mensen geen eerlijke kans krijgen in het onderwijs. Ik zie dat mensen etnisch worden geprofie, uh, etnisch geprofileerd. En dat uh, de politie daarbij ook meer, meer, meer handvat in krijgt. En dat ze daar ook meer mogen. Ik zie steeds meer dingen verkeerd gaan. En dan op een gegeven moment is het gewoon tijd voor ons om zeker als collectief te gaan stemmen. Wij kunnen dit. Er is een eenheid. Weet je, er is een toekomstvisie, maar dat moeten we alleen samen doen. En dat kan je alleen maar doen door te, te stemmen. Dus uh, aankomende geme gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor de wijkraden... Uh, neem het heft in handen. Het is maar tien minuten. Alleen maar tien minuten van je tijd om even stem uit te brengen. En we hebben het gezien. Jarenlang niks doen, heeft niks gewerkt. Dus wie weet, die ene keer dat jij nu gaat stemmen... Je weet, zorg je voor zo'n grote verandering in je stad. En dan kunnen we echt dingen samen met elkaar realiseren. Want it's time to take a seat at the table. But we gotta claim it. Weet je, we kunnen niet uh, ja. onze handen in de lucht doen en denken: van ja, oké, okay, het komt maar. Ja, precies. En niet, ja. Helder. Ja. helder, 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 helder. <laughs> ja. ja, weet je, it's time to take that seat at the table. Ja. Weet je, en eigenlijk, dit is wat er gebeurt, hè? Ze brengen nu een tafel. Dat, dat, is, dat is wat Jane eigenlijk ja. zegt. Ja. We brengen de tafel. We zetten hem neer. Mm. Het enige wat jij hoeft te doen, is te participeren. En ook aan die tafel te gaan zitten. Ja. En te zeggen van, oké, okay, ik breng mijn stem uit. En uh, ik, 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 uh, ik claim mijn spot. Weet je? Ja. Dat, is, dat, is, dat ja. is wat ik hoor. Precies, ja, precies. Precies, precies. Want um, er zijn zoveel jaren voorbij gegaan. En ik, zie, en ik zie steeds... En wat ik jammer vind, het wordt... Er, er was een representatie in mm. de Kamer. Er was een representatie in de gemeenteraad. En we hebben een paar jaren gehad wat het gewoon eigenlijk minimaal was. Mm -hmm. En nu begint het weer op te bloeien. En we hebben eigenlijk geen. We hebben niet de ruimte of de luxe om te zeggen: van hey, we doen even niet mee. Dat nee. kan helemaal niet. Want we zien gewoon hoe er over ons wordt, wordt uh, uh, beslist. Ja, Bepaalde ja. maatregelen die worden genomen. He, dan krijg je een zoethoudetje. Oh, nou, we gaan praten met de Black Lives Matter Movement. Maar wat is er nou daadwerkelijk uitgekomen? Weet je, en dat komt omdat we geen politieke druk uitoefenen. Maar aan de ene kant is ook eigenlijk een stukje verantwoordelijkheid van de partijen om aan te geven van oké, okay, maar wat kan je allemaal doen binnen een mm -hmm. partij? Veel mensen weten niet dat als je bijvoorbeeld lid bent van een partij dat je naar ledenvergaderingen kan, uh, kan gaan mm -hmm. maar dat je ook moties kan indienen maar ook kan zeggen van oké, okay, wij willen afrekenen met deze politici, want deze politici zei in 2018 dat hij dit zou doen nou, we zitten in 2020, hebben we helemaal niet gedaan wij stemmen hem weg mm -hmm. dat kan ja. allemaal, ja. maar dat wordt te weinig uitgelegd ja. en het wordt heel te weinig uitgelegd hoe het politiek apparaat uh, 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 gebruikt kan werkt, worden. Ja. Precies werkt. Want je krijg, vroeger kreeg je burgerschap. Hè? Krijg ja, je, precies. Uh, uh, maatschappij yeah. en bur burgerschap. Daar werd niet uitgelegd van: oké, okay, nee. je gaat naar een gemeenteraad, je mag inspreken over een onderwerp. Ja. Of je mag. Uh, uh, of, je, of je kan gewoon een probleem aankaarten aan, uh, en dat je gewoon met politieke partijen aan tafel gaat zitten. Want wat wel, wat ik altijd tegen de mensen zeg, dat is mm -hmm. een beetje. Um, uh, 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 dat is eigenlijk hoe het spelletje gaat. Um, als je een probleem hebt als gemeenschap, die mm -hmm. kan naar een partij gaan en is vast een partij die wil luisteren. Maar mm -hmm. wat je dan eigenlijk krijgt, is die partij gaat met jou in gesprek. Mm -hmm. Andere partijen zien het die mm -hmm. denken van oh, oh nou, uh, die gaat daarmee praten. Maar dat, dat, dat is dus een representatie, dat is dus een, een bepaalde gemeenschap. Oké, okay, hoe groot is die gemeenschap? Oh, het is een breed gedragen probleem. Oké, okay, hoeveel stemmen zijn dat dan? Zo gaan ze denken, hoeveel stemmen zijn dat dan? Oké, okay, we gaan ook kijken wat we kunnen doen. Ja. En zo is eigenlijk hoe je. Het is vies, maar dat is wel eigenlijk hoe je het spelletje moet gaan spelen. Want mm. zeker nu, wij als zwarte gemeenschap, wij hebben zo'n lage participatie. Uh, 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 mm. de, 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 we participeren ja. zo, zo weinig. Dat we eigenlijk ook dit kunnen gebruiken in ons voordeel. Want we representeren mm. ook weer mm -hmm. heel veel. Uh, stemmen die nieuw zijn. Ja precies ja. stemmen die erbij kunnen ja. komen. En um, al de komende jaren um, dat wil ik ook, zeg maar uh, dat wil ik ook actief gaan aanbieden in de toekomst. Dat gemeenschappen gewoon uh, gaan kijken van oké, okay, nou bijvoorbeeld we wonen in Rotterdam West of we wonen Rotterdam, uh, Rotterdam Noord. We gaan ja. even kijken. Oké, okay, hier lopen we tegenaan. Oké, okay. hoeveel mensen zijn we? Oké, okay. we gaan kijken in de in wijk hoeveel mensen uh, hetzelfde probleem hebben, oké. Okay. We Gaan naar de raad, we gaan kijken wie wel met ons wil gaan praten. En de, uh, als we bijvoorbeeld uh, voor een partij hebben gestemd, uh, bijvoorbeeld, we hebben een aantal, nu uh, zag ik verkeerd. Stee je voor, uh, we hebben een groep mensen van bijvoorbeeld 500. 500 is al best wel veel. Mm -hmm. Dan kan je kijken, oké, okay, wie wil te luisteren, maar dan kan je ook kijken van, oké. Okay, op wie heb ik vorige keer gestemd en die wil niet luisteren? Oké, okay, dan kan je zeggen: Van luister dan, ik heb 500 stemmen, die krijg je de volgende keer niet. Ja. Wij gaan ergens anders naartoe, want jij doet, jij doet niet het niet wat zo. Je, ja, precies. Zo rekenen we het eigenlijk ja. af. Ja. Zo moet het afrekenen. En uh, dat doen we helaas uh, te weinig. Maar dat komt mm. ook omdat veel, veel, ja, we nemen niet vaak het voortouw nemen. En dat is ook. Een stukje verantwoordelijkheid van de politiek. Mm -hmm. Weet je, als partijen moet je ook mensen informeren, informeren over hoe uh, de, uh, de, de, de politiek voor jou kan werken. Precies, precies, precies. Het gaat niet alleen om stemmen. Het mm -hmm. gaat ook om te kijken van oké, okay, hoe ja. beweeg je en mobiliseer je een groep mensen. Mm -hmm. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die groepen mensen ook worden gehoord? Ja. En waarop... dat ze ook behalve dat ze gehoord worden? Want dat is denk ik het stuk wat het, wat, wat het daarna eigenlijk altijd misgaat. Uh, oké, okay. we zijn nu gehoord, ja. uh, maar nu willen we het ook zien. Ja. Hè? In, in, in concrete ja. actiestappen. Nou, ja. brengt me meteen tot het volgende. Uh -huh. um, we gaan er even vanuit. Uh -huh. Jane Hortet. Uh -huh. Nummer acht. Op de lijst van Denk. Ja. Je bent uh, in de raad toegetreden. Ja. Gemeenteraad. Ja. Over anderhalf jaar kom je bij mij opnieuw een uh, ginger tea met lemon drinken. Ja. Welke uh, stap... Welke wijziging, welke verandering heb jij dan uh, teweeggebracht? Oké. Okay. Oh, dat zijn er echt heel veel. Nou, sowieso mm. een wijziging in de woonvisie. We gaan echt niet meer zoveel afbreken. We gaan ook niet zoveel. We gaan betaalbare huizen bijbouwen. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Mm. Um, uh, ervoor zorgen dat uh, de scholen uh, genoeg budget krijgen om bijscholing te geven. Mm. Uh, om leerachterstand weg te werken, want dat is ook. Iets ja. wat heel erg belangrijk is. Um, we hebben bruggeslagen met de zorgaanbieders om voor te zorgen dat de zorg op maat en ook uh, cultuursensitieve zorg uh, beschikbaar uh, wordt gemaakt. En dat we daar potjes voor hebben kunnen regelen. En dat wij uh, daarbij ook uh, bewaken, uh, dat institutioneel racisme, uh, racisme bewaken door ook uh, bedrijven die ook in samenwerking zijn met de gemeente. En als zij schuldig maken aan... Um, Discriminatie mogen ze gewoon een aantal jaren niet meer samenwerken met ons. Ja. Dat we daar ook uh, boetes op, uh, uh, op zetten. En dat ik dan ook succesvol mensen heb kunnen, heb kunnen aandragen voor de adviesorganen uh, in de gemeenteraad. Zodat we ook meer div diversiteit hebben, maar dat we ook um, de gemeenschap kunnen horen en weer terugzien. Uh, yeah. In de vertegenwoordiging. Dus uh, dat is. Uh, yeah. dat is mijn plan. Yeah. <laughs> ja. Nou, anderhalf jaar. Je hebt heel veel yeah. werk aan de winkel. Zo, so, <laughs> inderdaad. Damn. Ja. ja. Maar dat is. Uh, dat is een mooi vooruitzicht. Ja. ja. Ik ben uh, super trots op je. Dankjewel. Ja, ik ben super trots op je. Uh, mm. Want um, ik, ik vind het sowieso mooi om te zien dat. Um, ja beetje, we zullen altijd een paar uh, uh, koplopers hebben we zullen mm. altijd een paar mensen hebben die gewoon uh, ja, meehelpen om die tafel te sjouwen ja. naar de plek waar het die hoort te zijn ja. weet je. en uh, ik ben enorm trots op dat jij daar één van bent ja dus, dank uh, je wel ja. <laughs> really ja zeker zeker ja, ja. dus uh, nou ik wil je enorm bedanken voor je tijd ja. Ja, ook bedankt voor keeping the conversation going. Toch, ja. Ik ben toch wel ook weer een seat aan het creëren waar we dit kunnen bespreken. Ja, en dat is heel erg belangrijk dat uh, er toch mensen zijn die verantwoordelijkheid nemen. Denk van oké, okay, nou ik ga informatie uh, mm -hmm. verspreiden of ik ga gesprekken voeren met mensen. Ja. En dat gaat de gemeenschap helpen, want ze horen iets, ze mm -hmm. zien iets en wellicht... Gaat er, iets, ja. gaat er een trilling en dan vibreert dat weer uh, ja. door? We planten zaadjes. Ja, sowieso. Juist, sowieso. <laughs> ja, nou, thanks in ieder geval dat je ja. je tijd hebt uh, genomen om uh, hier met ons te zitten. Om, de, om, om mij ook, want ik leer, ik leer enorm veel, hè, mensen? Oké. Okay. <laughs> ik vind het bijna jammer dat ik gewoon maar één keer mag stemmen. Want ja, <laughs> ja, ik spreek heel de dag door. Dus ik spreek ja. van. Zulke geweldige mensen, en iedere keer denk ik: Ja, dat is het! Ja, ja. dat is het! Weet je wel? Maar uh, het belangrijkste is gewoon dat we weten: we zijn zichtbaar. Ja. We moeten uh, zichtbaar zijn, we moeten zichtbaar blijven. En het, dat, dat, dat kunnen we niet alleen doen, dat moeten we samen doen. Ja. Weet je? Dus ik wil jou enorm bedanken dat je de tijd hebt genomen om hier te zijn. Ja in deze hele drukke en hectische tijd. En ik ga je enorm veel succes wensen. Dank je wel. Yes, you're <laughs> Nou, kijk en luisteraar, eh, ik heb uh, geen... Uh, ja, ik, ik, ik heb er eigenlijk heel weinig aan toe te voegen. Het enige wat ik je nog wil zeggen is van... Hé, hey, oké, okay, weet je, um, stembus, hè? Die moet jou gewoon zien, de stembus, ja? Uh, je moet gewoon uh, niet alleen voor de gemeenteraad, maar ga ook zeker kijken. Heb je een 16-jarige in jouw huishoudens? Die mogen al stemmen. Zorg ervoor dat zij ook gaan kijken uh, wat er, uh, ja, visa, op wie zij kunnen kiezen. Zodat er ook voor hen in de wijk dingen veranderen Just. die voor hun belangrijk zijn. He, want ja. bedoel, misschien denk jij van uh, ja, ik heb er allemaal geen zin in. Machtig iemand anders, laat die persoon voor je gaan stemmen. Dan hoef jij persoonlijk niks te doen. Ga gewoon rustig thuis <laughs> blijven. Netflix en chill. <laughs> en weet je wel. Ja. Uh, maar heb je jongeren, spoor ze aan. Laat ze weten van hé, hey, wil je dat er iets anders is in de wijk. Um, ga kijken op wie je kan stemmen. En doe dat vooral. Laat je stem niet verloren gaan. Nogmaals, want uh, zonder stemgeluid, weet je, hoort niemand jou. Dus tot de volgende episode van Ginger Tea and Lemon